Goedemorgen gemeente, welkom op de Schelling. Ik film dit terwijl het aardig stormt, dus het wordt een mooi verhaal. Johan, allereerst bedankt voor deze challenge. Ik maak er wat moois van. Ik lees Psalm 107, vers 28 tot en met 30. En daar staat: ze riepen, dus de mensen op zee, in hun angst tot de Heer. En hij, God, hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen, de golven gingen liggen en het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen terug naar de veilige haven. En zoals je ziet, film ik hier de brandaris vanuit de keuken bij ons. En ik denk dat de brandaris dat ook doet voor de schepen. Die brengt hoop, hij brengt ze terug naar de haven. En hij geeft dat stukje licht in de duisternis. En ik denk dat God en de vuurtoren eigenlijk een mooie vergelijking naar elkaar is. En als laatste wil ik natuurlijk zeggen dat de brandaris voornamelijk ook mijn thuis is. En dat is God ook. God is mijn thuis. Dat heb ik. Abe Veenstra, jij mag volgende week deze challenge doen. Zet hem op en tot later.